Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb hier vandaag een Barbiekast. Die wordt hier dan ook modekoffer genoemd. Dat komt omdat er hier een hengsel zit en daarmee kun je het met je meedragen. Er zitten 15 onderdelen bij. We gaan dan zo meteen eens even kijken wat erbij zit. Hiervoor is er nog zo'n slot en dan kun je het openen. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Hier zie je dan nog zo'n soort spiegel eigenlijk. Hier zit niet echt een Barbie in, maar dit is een foto van Barbie. De kast is van Mattel. En ik ga hem nu eens uitpakken. Ik heb nu al het papier verwijderd en alle onderdelen eruit gepakt. Maar zo kunnen we nu dan eens de kledingkast goed bekijken. Van buiten is die hier zo roze met glitters. Hieronder is die gewoon roze in één kleur met een beetje versiering. Hier hebben we dan het slot. En hier zijn dan de deuren waar je doorheen kunt kijken. Aan de zijkant is het open met zo'n patroon. En dat is dus open. Achter zit hetzelfde patroon, maar daar is het niet open, dus gewoon een afdruk ervan. Aan de andere kant is het ook open, dus door de zijkanten kun je er doorheen kijken. De eerste deur is al open gegaan. Dan doe ik nu zelf de andere deur even open. Hier binnen zie je alles zo aangeduid, alsof het er allemaal in zou zitten. Hier ook van die jurkjes en schoenen die er staan. En hier zie je dan planken. Je kunt dan dus, als je wat groters hebt, dat hierin doen. Hier heb je verder nog een la, een schuifla. Ik kom eens even wat dichterbij zo. Hier, die kun je zo openklappen, die la. En hier heb je dat ook nog. Hier is nog een kledingstang. Die kun je hier zo boven uitklappen. En dan kun je er dingen aan hangen. En als je het meeneemt, dan kun je dat gewoon weer inklappen en dan meenemen. Ja, ik geloof dat dat de belangrijkste informatie was over de kast. Nu zal ik eens kijken wat erbij zit. Hier zitten wat kledinghangers bij. En dat zijn er in totaal 6. De kledinghangers hebben aan de voorkant het Barbie-logo. Die kun je dan ophangen en hier hebben ze zo'n klein haakje wat je uit... En daar kun je dan wat aan hangen. De kledinghangers die kunnen we dus hier aan hangen aan onze kledingstang. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dan zaten er 3 jurkjes bij. Dit is het eerste jurkje. Een roze jurkje. Zonder mouwen. En hier in het midden heb je dan een soort riem. In het zwart-roze. Achter is het best wel strak. Dus dit is een chique jurk voor Barbie. Die zou ze op zich best elke dag kunnen dragen. Maar ook wel 's avonds natuurlijk bij een feestje. Dat doen we dan aan een kledinghanger en dat hangen we op. Dan zal ik het tweede jurkje laten zien. Deze is ook heel chic. Aan de voorkant is die zilverglanzend en aan de achterkant is die roze. Je kunt hem eigenlijk dragen zoals je wilt. In ieder geval heeft hij maar 1 schouder, dus het is zo scheef. En hieronder is het ook een beetje zo, loopt hij scheef af. Zo. Die hang ik dan ook op in de kast. En dan komt er nog een jurkje en dat vind ik het mooiste. Dit is een turquoise jurkje met rozen erop en allemaal bloemetjes. En onder zit er dan zo'n tulle stofje. En boven zie je 2 dunne bandjes. Ze zijn allemaal erg elastisch trouwens, alle jurkjes. Uit hetzelfde materiaal gemaakt ook. Zo kun je dan de bandjes vastmaken aan de kledinghanger of je doet het gewoon zo en hangt hem dan zo op. Dan zat dit paar schoenen erbij. Zilveren sandalen, hoge hakken met hartjes. En aan de voorkant ook hartjes.
Het zijn hoge plateau schoenen. Die kunnen we hier zo in de kast zetten. En er staat nog een paar schoenen bij. Dit zijn open schoenen. Met van die hakken en een riempje aan de bovenkant. En onder ook een riempje. Die zet ik dan ook in de kast. Dan, dit hoort er allebei bij elkaar. Een zonnebril en een passende handtas. Het is doorzichtig lichtblauw. En ik moet eens even kijken of ik die handtas ook open kan maken. Nee, ik geloof het niet. Die kun je niet openmaken. Het is bij elkaar passend. Die zet ik hier neer. En die bril leg ik daar neer. En dan komen we nu bij de laatste. Dit is zo'n ketting met zo'n borstbeeld waar je hem aan vast kunt hangen. De ketting heeft een vlinder. En dit waren de 15 delen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 6 kledinghangers. Dus dan 15 onderdelen, dat klopt. Ja, ik vind het dus eigenlijk wel een interessante kledingkast. Het is natuurlijk heel praktisch dat je dit zo in kunt klappen. Oh, daar vallen ze wel allemaal. Maar je kunt ze dan ook nog hier hangen natuurlijk, dus dat is geen probleem. En dan kun je dat dichtklappen en heel makkelijk meenemen. Zo, alles zit erin. Ik doe de deuren dicht. Ik doe het slot erop. En dan kun je dat gewoon heel makkelijk meenemen. Ja, ik vind het wel een mooie Barbie kledingkast. Best wel praktisch, kun je leuk mee spelen. Jullie kunnen me laten weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Of jullie misschien ook een Barbie-kast hebben. Of jullie deze Barbie-kast misschien kennen of hebben. Laat het allemaal maar weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. En verder bekijken we... Laat ook in de reacties weten of je nog wensen hebt. Wat voor video's we moeten maken. Moeten we nog iets doen met de kast? Een modeshow misschien? Dat Barbie de dingen gaat laten zien. Als je dat wilt, laat het dan ook maar weten. En dat was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bekijk ook onze andere video's, abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer!